De bruiloft van Maxime Meiland werd zaterdag exclusief gefilmd door SBS6. Niet alleen voor de televisiehit Chateau Meiland, maar ook om 's avonds alvast de eerste beelden te kunnen laten zien in shownieuws. Het SBS-feestje werd echter behoorlijk in de war geschopt, want ook RTL Boulevard stond onaangekondigd op de stoep. Aaron Bade, verslaggever van het programma, vond het onacceptabel dat de Meilandjes dag in dag uit tippelen voor wat media-aandacht, maar de deur dicht houden als er getrouwd wordt. Hij ging daarom gewoon met een cameraploeg naar het huwelijksfeest toe. Ik vind het raar als je de pers er niet bij uitnodigt. Er ontstond ter plekke uiteindelijk geen rumoer, omdat de ceremoniemeester van de Meilandjes zich sportief opstelde. Die zei, weet je wat? Laten we het dan ook goed doen. Dan krijgen jullie een plekje, mogen jullie de ceremonie filmen op afstand en dan kunnen jullie daar mooie plaatjes van maken. RTL Boulevard kon de beelden van de bruiloft daardoor uren eerder uitzenden dan shownieuws, een flinke tegenvaller voor de showrubriek van SBS6. Wel waren de beelden van Boulevard duidelijk op afstand gefilmd. Het ja-woord was echter, ook bij RTL, kristalhelder te horen. Hoe kan dat? Boulevard stond toch op flinke afstand? Yvonne Koldewijer stelt nu dat Boulevard zich flink heeft misdragen. Ze hebben zich schandalig gedragen. Ik heb vernomen dat ze van een afstand hebben gefilmd en de audio hebben afgetapt, door in te tunen op de frequentie van de zendertjes. Er werd gefilmd voor hun eigen serie, en dit zonder toestemming op te nemen. Talpa is hier flink pissig over, weet Yvonne. Deze afgetapte audio is samen met de beelden uitgezonden. Lijkt mij onrechtmatig. Het zou volgens Yvonne zomaar kunnen dat dit een staartje krijgt. Ik heb van een spion vernomen dat er momenteel wordt overlegd binnen het team van Talpa of zij juridische stappen willen ondernemen tegen Blue Circle, de producent van RTL Boulevard. Aaron wekt al jaren ergernis op bij de familie Meiland. 2 jaar geleden stond hij ook al eens onaangekondigd bij hen op de stoep, tot woede van Maxime. Je maakt toch even een afspraak, vroeg ze zich verbijsterd af. De Meilandjes worden regelmatig gebasht door Aaron. In 2019, hun debuutjaar, wilden ze daarom op een gegeven moment zelfs niet eens meer praten met Boulevard. Begin dit jaar riep Aaron SBS6 nog op om de Meiland-show Chateau bijstand te cancelen.